Op last van de Duitse bezetter werd op 12 februari 1941 de Joodse Raad voor Amsterdam ingesteld met een hoofdgebouw aan de Nieuwe Keizersgracht. Overal in bezet Europa werden op Duits bevel Joodse raden opgericht. Zo werden Joodse leiders medeplichtig gemaakt aan het nazi-systeem. Op duivelse wijze speelden de nazi's Joden tegen elkaar uit en dwongen ze slachtoffers in de rol van medeplichtigen. Voordat ze werden weggevoerd, werd de Joodse gemeenschap volledig geïsoleerd. Het Nederlandse ambtenarenapparaat was de Duitsers daarbij in hoge mate behulpzaam. Aan de Joodse Raad werd het toezicht op de Joodse gemeenschap opgelegd. Tot in het absurde werd hun leven door de bezetters gereglementeerd. In heel Nederland bestonden plaatselijke afdelingen van de Joodse Raad. De Joodse Raad werd een staat in de staat. Toen de deportaties begonnen, werd de Raad voor onmogelijke keuzes geplaatst en voor niet te bevatten morele dilemma's. De Joodse Raad leek niet bij machte het verloop van de deportaties te beïnvloeden. In deze kamer heb ik de foto gemaakt van het uitvoerend comité van de Joodse Raad. In het midden achter de tafel zie je Asscher, een van de leidende figuren, en naast hem rechts professor Cohen. In de gebouwen waar ik kwam kreeg je de indruk dat je op het gemeentehuis van de gemeente Amsterdam binnenkwam, maar dan in het klein en alleen voor Joden. Nou, het zal in het najaar van 42 ook ongeveer geweest zijn dat ik benaderd werd door Brandon, in der tijd secretaris van de Joodse Raad, met het verzoek om het hele werk van de Joodse Raad te fotograferen. Nou, die opdracht heeft een maand of drie geduurd voordat het klaar was. Ik wist niet waarvoor. En in die drie maanden ben ik in alle afdelingen van de Joodse Raad geweest. Daar heb ik dus een heel album gemaakt waarvan ik later pas hoorde dat het bestemd was voor de 60ste verjaardag van professor Cohen. Dames en heren, gelijk u bekend is, zijn door de maatregelen van de Duitse regering en van de Duits Nationaal Socialistische Partij talloze Joden, zeker honderdduizenden, uit hun beroep en bedrijf gestoten. Velen van hen zijn naar Nederland gevlucht, verreweg de meesten zijn in Duitsland gebleven. Zij zijn voor het grootste gedeelte brodeloos gemaakt. Ik ken mijn vader uit die jaren, die moeilijke jaren voor de oorlog, in hoofdzaak als voorzitter of in ieder geval een belangrijke figuur in het vluchtelingenwerk, in het vluchtelingencomité. Ik weet niet of hij het zelf heeft opgericht, maar ik moet wel vertellen dat hij al in 1903, hij was toen 21 en student, al in Deventer op het station stond om Joodse vluchtelingen uit Rusland en Polen van koffie en thee te voorzien. In zijn eentje. Hij had dus een
soort eenmans vluchtelingencomité opgericht. Hoe kan de wereld, die met hun lot begaan is, hen helpen? Door te trachten, althans hun materiële nood op te heffen en hen voor den ondergang te behoeden. Toen de zaak van de Duitse vluchtelingen aan de orde kwam, in 1933 of misschien al eerder, was hij natuurlijk de man om dit comité te leiden. Hij heeft zich daar helemaal ingestort. Ik herinner me opeens een uitspraak van mijn moeder, die overal vertelde dat zij niet getrouwd was met David Cohen, maar met het vluchtelingenprobleem. Bram Asscher was dus ook lid of misschien wel voorzitter van het vluchtelingencomité of van het comité voor bijzondere Joodse belangen, wat daarmee verbonden was. En Bram Asscher en mijn vader hebben van het begin af aan samengewerkt. Maar niet alleen samengewerkt, ze kenden elkaar al lang daarvoor. De familie Asscher had in Amsterdam vanaf het eind van de vorige eeuw een groot diamantbedrijf opgebouwd. Ze genoten veel aanzien in zowel Joodse als niet-Joodse kring. In de vooroorlogse jaren was Abraham Asscher directeur van de diamantslijperij. Daarnaast bekleedde hij vele bestuurlijke functies, waaronder het voorzitterschap van het Nederlandse Israëlitisch Kerkgenootschap. Ook was hij lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Asscher was een van de belangrijkste Joodse leiders in Nederland. Hoge buitenlandse gasten, zoals de Japanse kroonprins, bezochten de diamantslijperij en werden door Abraham Asscher rondgeleid. De samenwerking tussen mijn vader en hem verliep, voor zover ik kan nagaan, stroef. Ze lagen elkaar gewoon niet. Ik denk dat oom Bram een zeker ontzag had voor mijn vader als hoogleraar, als intellectueel. Mijn vader had zeker ontzag voor oom Bram als de grote financier die goed kon leven, die het echt gemaakt had in deze wereld, die ook in de Joodse wereld geëerd werd, hoge posities bekleedde. En ik heb zo'n idee dat ze ook in die comité's waar ze samen in werkten, en later uiteraard in de Joodse Raad, waar ze elkaar natuurlijk voortdurend tegenkwamen, vaak ruzie gehad hebben. Misschien niet in het openbaar, maar wel onderling. Dat ze het vaak niet met elkaar eens waren, door hun verschillende karakter, hun verschillende benadering, verschillende ontwikkeling. Bram Asscher was in zijn hart een rebel. Mijn vader was het omgekeerde. Mijn vader volgde de gebaande wegen, ging mee, was ook zeer gezagsgetrouw. Morgens heel vroeg, ik denk om een uur of 5, 6, hoorde ik het blaffen van het afweergeschut bij Schiphol. We dachten eerst nog dat het overvliegende toestellen zouden zijn, maar toen hoorden we via de radio die berichten van de luchtwachtdienst die toen werden uitgezonden. Wij hadden die morgen een repetitie zullen hebben, Duits, schwere woorden, moeilijke woorden. En ik dacht, ja, misschien gaat de repetitie door. Ik heb nog eventjes geprobeerd om die schwere woorden tot mij te nemen. Maar ja, we werden naar huis gestuurd natuurlijk met een mooie toespraak. Die vliegtuigen vlogen over en we wisten allemaal niet wat het was. En we kwamen naar buiten op straat in de vroege ochtend. En toen zei die buurvrouw, nou breekt er voor jullie toch een moeilijke tijd aan. Dat heb ik nooit vergeten. Het was voor jullie en niet voor ons. Ik ben gewoon 's morgens naar het werk gegaan. En 's avonds waren we thuis. Toen zei mijn vader me zei, ja jongens, nu is het gebeurd. En mijn oudste broer zei, het zal niet zo vaart lopen. Want we zijn fatsoenlijke mensen, die allemaal een baan hebben, die allemaal hard werken. Dus wat moeten ze met ons doen? In het begin van de oorlog, toen hebben een hele hoop mensen zelfmoord gepleegd. Toen was ik werkzaam als eerste hulparts in het Wilhelminagasthuis. En ik kreeg elke dag Joden binnen die zelfmoord hadden gepleegd. De Duitsers trokken Amsterdam binnen, dat ging heel geregeld.
heel beleefd. Ze maakten een grote optocht met muziek en ze zongen. Wat Nederlandse soldaten bepaald niet deden, die zongen niet. Maar die Duitsers die zongen allemaal, wat we heel gek vonden. En ze marcheerden door Amsterdam en toen gebeurde er niets. In de herfst van 1940 begonnen de bezetters de Joden uit het openbare leven te verwijderen. Als eerste werden de Joodse ambtenaren ontslagen, onder wie de leraren. Ik ben in september ontslagen, zoals iedereen trouwens, die Joodse leraren. En ik behield mijn wachtgeld. En ik was toch een beetje bezig met promoveren, dus het was een uitgezochte gelegenheid om te gaan promoveren. De volgende stap naar het isolement van de Joden was de afkondiging van de registratieplicht in januari 1941. Iedereen van Joodse afkomst moest zich melden. In het persoonsbewijs werd de J van Jood gestempeld. Deze Duitse maatregel werd door het Nederlandse ambtenarenapparaat nauwgezet uitgevoerd. Alle mensen die ik kende zijn braaf naar de burgerlijke stand, geloof ik, gegaan en hebben die formulieren ingevuld van 4 Joodse grootouders. Als ze dat niet gedaan hebben, was het misschien veel moeilijker geweest voor de Duitsers om de maatregelen te nemen die ze getroffen hebben. Maar de Nederlanders waren gewend aan de wet te gehoorzamen. Begin februari 1941 braken ongeregeldheden uit in de Amsterdamse Jodenhoek, waarbij vechtpartijen plaatsvonden tussen Joden en NSB'ers. Nou, je had wel meer wat problemen met de NSB'ers. Daar hebben we mee geknokt als jongetjes. He, zoals vroeger, voor de oorlog, dat je tegen Amsterdam, de Joden tegen Kattenburg wel eens. Toen had je de NSB'ers, maar nu had het geluk dat de Kattenburgers met ons samenwerkten tegen de NSB'ers. Die hebben ons geholpen. Vooral in de kringen van de Jordaanse bevolking en de Kattenburgers. Die waren zeer solidair met de Joodse bevolking. En dat bleek ook later met die knokploegen die gevormd waren. Er waren tenslotte de NSB'ers die vormden die WA. En die trachten daar de Joden te molesteren en te provoceren in de Jodenbuurt. En toen zijn er knokploegen opgeleid. Die Joden hebben boksen geleerd en jiu-jitsu. En die hebben zich verdedigd. En het is zelfs zo erg geweest dat ze meneer Koot, hebben ze toen doodgeslagen. Op 12 februari 1941 werd de Amsterdamse Jodenhoek afgezet door de gemeentepolitie. De Duitsers waren van plan de Joden in een ghetto op te sluiten. Daarbij hoorde volgens de Duitse logica de instelling van een Joodse raad, waarbij Joodse leiders opgelegd werd Duitse bevelen uit te voeren. Cohen en Asser werden toen bij de Duitsers geroepen met de mededeling dat voortaan alle verordeningen en bepalingen waartoe de Duitsers besloten via Cohen en Asser aan de Joodse gemeenschap moesten worden doorgegeven. Dr. Bumker, de vertegenwoordiger van Seyss-Inquart in Amsterdam, was voor de oprichting van de Joodse Raad verantwoordelijk. Bumker liet op de dag dat de Jodenhoek werd afgezet Abraham Asscher en de rabbijnen Saint-Louis en Frances bij zich komen. Op verzoek van de rabbijnen nam Asscher de taak op zich een raad van vooraanstaande Joden samen te stellen. Deze zouden verantwoordelijk zijn voor de orde in de Jodenhoek. En toen kwam er plotseling het bericht dat men verwacht werd in de diamantbeurs op een avond. En daar zou Abraham Asscher het woord voeren. En toen ben ik naartoe gegaan. En die zaal was popvol met honderden Joden uit Amsterdam. Voornamelijk proletariaat. En Asscher heeft daar een reden gehouden en de sfeer was daar zeer gespannen. Asscher die sprak goed en met een grote overtuiging en krachtig. En hij zei dat het de enige manier was om voor de Joden iets te doen, om een vertegenwoordigend lichaam te constitueren.
En hij nam op zich die ondankbare taak, dat zei hij wel. En hij hoopte dat de mensen vertrouwen in hem hadden en zouden doen wat hij zei. Mijn vader is naar die bijeenkomst gegaan en heeft Asscher toen horen spreken, ja. En de indruk die bij hem toen is achtergebleven, en dat is ook het eerste, dat ik herinner me dat hij dat vertelde, dat alle wapens moeten ingeleverd worden. En dat, het was natuurlijk een totale farse, want wat hadden de mensen überhaupt voor wapens? Abraham Asscher vroeg professor David Cohen om met hem het voorzitterschap op zich te nemen. Samen benaderden ze vooraanstaande Joden om zitting te nemen in het college dat de raad bestuurde. Velen van hen vroegen bedenktijd. Een enkeling weigerde. Ik vond het wel een noodzakelijkheid dat er een leiderschap kwam. Omdat we waren zo helemaal verloren zonder leiderschap. Aan de andere kant was het een ontzettend moeilijke taak die zij op zich genomen hadden. En we wisten toch allemaal dat Asscher en Cohen, dat waren Joden net als andere Joden. En die waren net zo kwetsbaar als wij allemaal. Als Asscher en Cohen het niet hadden gedaan, ik weet helemaal niet of ze de mogelijkheid gehad hadden om nee te zeggen. Maar zelfs als ze nee gezegd hadden in het begin, ja, dan hadden de Duitsers wel twee anderen gevonden. Ook na de instelling van de Joodse Raad kwamen in de Jodenhoek ongeregeldheden en vechtpartijen voor. Als strafmaatregel voerden de Duitsers op 22 en 23 februari 1941 de eerste razzia uit. Toen kwam mijn broer, die was standwerker, mijn oudste broer, en die is niet-Joods getrouwd. En die kwam aan op de Sint-Antonius Breestraat. En is hij opgepakt. En dan was dan de eerste Joodse man die weggevoerd werd naar Johannes naar Meijerplein. En daar vandaan is hij naar Schorel verplaatst. En toen naar Buurgewald en toen naar Mauthausen. Op de brug van de Keizersgracht zie ik daar groene politie die mensen aanhouden, ze bij hun schouders pakken en ze echt wegsleurden in de richting van het Johannes Daniëlmeijerplein. Ik ben daar toen heel gauw, hardlopende, ben ik daar naar mijn schoonouders gegaan. We hebben daar voor het raam gestaan en we hebben daar gezien wat zich daar allemaal afspeelde. Ik liep de Weesperstraat door en toen zag ik dat daar een aantal mensen daar geknield op het Waterloopplein zaten. Maar ik had nog geen erg in dat dat de Duitsers waren die dat deden. En toen stond er een agent, ik wou de brug overgaan om de Nieuweheergracht te bereiken. En toen zei een agent tegen mij, zie je nou niet wat er gebeurt, donder op. En die man heeft mijn leven gered. En toen daarna die brieven kwamen van auf der Flucht erschossen of longontsteking of wat dan ook enzovoort. Nou, toen hebben we wel begrepen dat het gewoon een kwestie was van een paar maanden en dan was iedereen dood en dat, zo was het ook. En de volgende ochtend, ik zal het nooit vergeten, toen lag ik nog in bed en ik denk, hé, wat is het stil? De tram reed niet. Ze staakten, de tram staakte en alles lag plat. Dat was de februaristaking. Dat heeft enorm indruk gemaakt. Op 20 maart 1941 ging ik naar kantoor en toen werd ik niet binnengelaten. De Duitsers hadden het hele kantoor bezet. Niemand mocht erin, niemand mocht eruit. Of er waren eigenlijk maar een paar mensen binnen. Ik mocht toen toch naar binnen omdat ik daar secretaresse was. Maar dat had verder helemaal geen zin, want ik zat daar gewoon op een stoel. En verder wist ik helemaal niet wat daar verder gebeurde. En vanaf dat ogenblik bestond het Comité voor Joodse Vluchtelingen niet meer. Het heette allemaal Joodse Raad en het Comité voor Joodse Vluchtelingen heette niet meer Comité voor Joodse Vluchtelingen, maar heette Joodse Raad Afdeling Hulp aan Buitenlanders. In april van hetzelfde jaar werd het Joodse Weekblad uitgegeven en elk Joods gezin was verplicht om zich daarop te abonneren. Het Joodse Weekblad was in het begin, toen het één keer behoorlijk op gang kwam, eigenlijk een voortreffelijk weekblad. En er stonden dus artikelen in over allerlei mogelijke onderwerpen, over muziek, over zionisme. Er stonden de rashot, preken in van rabbijnen. Er werd
elke week aangeknoopt aan wat er die week in de shul, in de synagoge, gelezen zou worden. Maar het doel was de Joden bekendmaken met de Duitse maatregelen. De voorzitters van de Joodse Raad, Asher en Cohen, die schreven daar dan nog bij dat je vooral aan die voorschriften moest houden, want dat je anders gevaar liep om naar Mauthausen te worden gestuurd. Mauthausen, zeiden wij. Het kamp dat een heel slechte naam had, omdat we wisten dat alle mensen die bij de februaristaking waren opgepakt, daar binnen de kortste keer aan hun einde waren gekomen. Cohen en Asher waren voorstanders van zoveel mogelijk met de Duitsers meewerken. Dat was hun uitgesproken politiek en dat hebben ze ook gezegd. En er waren maar weinig mensen die gezegd hebben, ik doe niet mee. Dat waren maar heel weinig. De meesten zagen de toestand zoals die was als het enige alternatief. En ze zagen geen andere mogelijkheid om te blijven bestaan. Al een paar maanden later werd de Joodse Raad voor de eerste keer door de Duitsers bedrogen. Asher en Cohen werd gevraagd om een lijst met namen van jonge Joodse mannen die in opleiding waren voor Palestina. De Duitsers hielden Asher en Cohen een paar uur vast en pakten met behulp van deze lijst de jonge mannen op. Ze werden in Mauthausen vermoord. Daarna gaf de Joodse Raad nooit meer een lijst met namen aan de Duitsers, behalve als voor bepaalde Joden gunsten werden gevraagd. In de zomer van 1941 werden tal van openbare plaatsen voor Joden verboden. Er kwam nauwelijks weerstand van niet-Joodse zijde, maar wel van de prominente Joodse jurist meester Visser, de door de Duitsers ontslagen president van de Hoge Raad. Die maatregelen zijn ongelooflijk tactisch, geleidelijk ingevoerd. En elke keer was het argument, nou, als het daar nou blijft, als het nou niet erger wordt, dan houden we het leven er wel bij. Binnen een jaar of anderhalf mocht ik dus geen niet-Joodse patiënten meer helpen. En was mijn praktijk dus gehalveerd. De Joden werden ontslagen en eruit gegooid. En toen, maar dat kan ik ook helemaal niet realiseren, dat ging om zo te zeggen, geluidloos en automatisch, kwam ik in contact met Karel Blazer. En toen rolde ik in die baan van assistent van Karel Blazer, de accountantsdienst van de Joodse Raad op de Safatikade, in een groot leeg huis vlakbij de Safatistraat. In augustus 1941 kwam de bepaling dat alle Joden, alle Joodse leerlingen van openbare en daarmee gelijkgestelde onderwijsinstellingen moesten verdwijnen. Wij werden op een middag gesommeerd om klas voor klas naar beneden te gaan en daar langs de portiersloge te lopen. En de portier vroeg ons, jongetje, hoe heet jij? Ben jij een Jood? Nou, ik heb die vraag uiteraard met ja moeten beantwoorden. En toen werd me verteld dat ik met ingang van de volgende dag niet meer op school mocht verschijnen. Maar er kwamen al heel snel Joodse scholen. En er waren alles bij elkaar, als ik me goed herinner, ongeveer 20 Joodse scholen. Scholen die tot Joodse school bestempeld waren. Er kwam een Joodse school, ik kon leraar worden, ik werd het. En ik geloof dat het misschien een beetje al te rauw gezegd is, maar het was leuker geweest als ik op dat Amsterdamse systeem had kunnen blijven en enzovoort enzovoort. Maar zo lag het nou eenmaal en dat was het. En het was heel verstandig om het te doen, vond ik. En het was een van de uitstekende aspecten van de Joodse Raad. Er was een sectie onderwijs, was een sectie beroepsopleiding, was een sectie cultuur, dacht ik zelf, ja.
En alle mogelijke functies die vroeger via het kerkgenootschap liepen, liepen nu via de Joodse Raad. Voor alle afdelingen waren dan weer andere hoofden aansprakelijk. Het werd al spoedig zo dat je hier in Nederland niet leven kon zonder die Joodse Raad. Want de Duitsers beperkten het normale leven op alle mogelijke manieren. Je kon je niet keren of wenden zonder een vergunning. En al die vergunningen die werden verstrekt door de Joodse Raad in opdracht alweer van de Duitsers. En toen is op bevel van de Duitsers de Joodse Raad nationaal ingesteld. Dat wil zeggen het hoofdkwartier natuurlijk in Amsterdam, maar toch ook met afdelingen in de provincie, dus bij ons in Enschede. En toen is dus de toenmalige bestuur van het vluchtelingencomité, bestaande uit de heer Siegmenko als voorzitter, Isidor van Dam, ook een textielfabrikant, als penningmeester, en Gerard Sanders, procuratiehouder bij een derde textielfabriek, als secretaris, die werden toen ook voorzitter, penningmeester, secretaris van de Joodse Raad. Meester Visser protesteerde tegen de Duitse erkenning van de Joodse Raad als enige vertegenwoordiging van de Joden in Nederland. Hij vond dat Asscher en Cohen zich niet mochten neerleggen bij de afzondering van het Joodse volksdeel. Hij meende dat ze in zekere zin in dienst van de bezetter waren getreden en vreesde dat Cohen niet zou kunnen terugkeren van de eenmaal ingeslagen weg. Dan wordt dat ergebnis niet dat niet het Joodendom zijn. In oktober 1941 was in Oost-Europa de uitroeiing van de Joden begonnen. Enkele maanden later werd tijdens de Wannsee-conferentie in Berlijn de systematische moord op alle Joden in heel Europa voorbereid. Om de deportaties te vergemakkelijken werd de Jodenster ingevoerd. De Joodse Raad moest deze tegen betaling distribueren. Mijn zwager Max Polly zei, ja, we zijn er trots op dat we met de Joden, dat we Joden zijn en dat we de Jodenster, die doet daar niets aan af. Nou, dat vond ik helemaal niet. Ik vond helemaal niet dat we daar trots op moesten zijn, dat we met dat ding op moesten lopen. Bovendien was het praktisch ontzettend lastig, want we moesten overal die dingen opnaaien. Maar het was verschrikkelijk en in het begin waren er inderdaad nog een heleboel mensen op straat die hun hoed afnamen en die vriendelijk waren en hun vingers opstaken en zo. Maar dat was maar korte tijd natuurlijk. Het later was iedereen daaraan gewend dat de Joden met die ster opliepen. En wij zelf ook wel min of meer. We moesten er nog voor betalen, ook voor die ster. Als we die kochten, het was wel niet zo'n kapitaal, maar we moesten er wel voor betalen. Op 26 juni 1942 ontbood Ausdag Funten, Cohen en twee van diens medewerkers. Hen werd meegedeeld dat jonge Joden tussen 16 en 40 jaar in gezinsverband voor tewerkstelling in het oosten zouden worden ingezet. Cohen protesteerde en wees nog op het volkenrecht. Maar vanaf dat moment werden de Joden alle elementaire rechten ontzegd. Een noodlottige ommekeer in het bestaan van de Joodse Raad tekende zich af. De Joodse Raad werd bijeengeroepen en dan deed Cohen deed mededeling van de bepalingen van de Duitsers. En dan waren er verschillende tegenstanders die zeiden dat had het niet zus gemoeten en dat had het niet zo gemoeten. En dan zei Cohen, de Joodse Raad heeft besloten aan deze maatregel mee te werken. En daarmee was het afgelopen. Begin juli 1942 werd kamp Westerbork in Drenthe het Duitse doorgangskamp naar zogeheten werkkampen in het oosten. Op 15 juli 1942 vertrok de eerste trein
met 1137 Joden naar Auschwitz. Asscher en Cohen dachten aanvankelijk dat alleen jonge Joden zouden worden weggevoerd. De oproepingen voor tewerkstelling gingen niet uit van de Joodse Raad, maar van de Duitsers. Alleen de eerste 6 weken gaven Joden gehoor aan de Duitse oproepen, daarna niet meer. Toen werden ze door de Duitse en Nederlandse politie uit hun huizen gesleept. Jongens van de Joodse Raad droegen de bagage. Vanaf september 1942 werden ook ouderen weggevoerd. Voor de tweede keer waren Asscher en Cohen door de Duitsers bedrogen. Asscher en Cohen hebben van het begin af aan als motief gehad zoveel mogelijk proberen te rekken, zoveel mogelijk proberen uit te stellen en te verzachten. En op het laatst viel er niets meer te verzachten en was er niets meer te verzachten. In het begin was er nog wel iets uit te stellen en niemand wist van tevoren dat die oorlog zo verschrikkelijk lang heeft geduurd. En dat was natuurlijk wel een argument wat misschien later Asscher en Cohen hebben kunnen naar voren brengen van ja, wij hebben ook van tevoren niet geweten dat de Duitsers de tijd gehad zouden hebben om alles uit te voeren wat ze van plan waren. Ik kreeg mijn baan in juni 1942 bij de Joodse Raad dankzij interventie van dokter Van der Laan, die mij dus een functie wist te bezorgen bij de afdeling voorlichting van de Joodse Raad. Ik kwam er pas bij nadat de eerste oproepen uitgestuurd werden. Toen kwam er opeens weer een grote informatiebehoefte en een hulpbehoefte waarvoor een aantal nieuwe mensen moesten worden weer aangetrokken. Ik heb een oproep gekregen al heel gauw, in juli of in augustus 1942. En mijn moeder kende iemand die professor Cohen kende, een van de 2 voorzitters van de Joodse Raad. En die heeft toen gezorgd dat ik een baantje kreeg. En vanwege dat baantje bij de Joodse Raad kreeg ik een vrijstelling. Ik heb mij toen niet gerealiseerd dat in mijn plaats hoogstwaarschijnlijk een ander is gegaan, want het aantal moest gehaald worden. We spreken dus over een sper, en dat is een Duits woord. Dat wil dus zeggen een verklaring waaruit blijkt dat men voor deportatie uitgezonderd is, gesperd, zoals het heet, en die door bemiddeling van de Joodse Raad werd uitgereikt. En iedereen die bij de Joodse Raad werkzaam was, die kreeg die sper. Dus ik heb een sper gekregen. Mijn ouders waren daardoor gesperd en mijn zuster ook. Maar aangezien er aantallen weg moesten, zijn degenen die dus geen sper hadden, dat waren degenen die weggingen. Mijn ouders bijvoorbeeld, die vonden het nog veel erger dan ik het vond. Maar ik vond het ook verschrikkelijk. Maar ik kon niet zoveel doen, want als ik mijn baan neerlegde, dan was ik ook niet meer gesperd. Dan waren mijn ouders ook niet meer gesperd. Dus het is niet bij mij opgekomen om te zeggen, nee, ik doe daar niet aan mee. Ik kon me dat niet permitteren. Iedereen was druk in de weer om een sperstempel te krijgen. Op welke grond dan ook. Er waren verschillende categorieën. Je had dus in de eerste plaats de medewerkers van de Joodse Raad. Dan had je de gemengd gehuwden. Dat was natuurlijk prachtig, prachtig. Die zijn ook inderdaad in het algemeen tot het eind van de oorlog ongemoeid gelaten. Dan had je de zogenaamde Portugese Joden, die een tijd lang hebben geprobeerd om aan te tonen dat ze eigenlijk geen Joden waren. Die zijn op grond daarvan een tijd lang inderdaad van deportatie vrijgesteld, maar uiteindelijk platste, zo heette dat, sprong die lijst ook. Dan had je Joden die voor de Weermacht werkten. Die waren kriegswichtig, belangrijk voor de oorlog. En ik zal alvast nog wel een paar vergeten. Je had de diamantjoden. Die hebben geld gegeven of diamanten en werden op grond daarvan vrijgesteld. Maar al die lijsten, met uitzondering van de gemengd gehuwden, hebben het einde van de oorlog niet gehaald. Het paradoxale van mijn taak was dus dat ik in het kader van de Joodse Raad, en dat is op een gegeven ogenblik dus tot binnen het kamp Westerbork, de taak had om na te gaan wie er niet gedeporteerd zou moeten worden. En
dat werd door de Duitsers toch toegelaten, getolereerd, als wel nodig of niet nodig beschouwd. Maar dat is dus een hele paradoxale toestand en dat past helemaal in het kat-en-muisspel wat de bezetter gespeeld heeft. Van steeds een aantal mensen vrijstellen tegenover de mensen die gedeporteerd moesten worden. En dat was een hele bewuste politiek van de Duitsers. De verwarring die dat veroorzaakt heeft, daar stonden voor het gebouw van de Joodse Raad op de Keizersgracht, stonden honderden mensen die probeerden op een of andere manier een sper te bemachtigen. Dat was bijna niet tegen te houden en die dromden naar binnen en ook dreigden soms ook natuurlijk. Er stonden ook, ik meen dat er wel wachten stonden voor de kamers, voor de kamer van waar Cohen en Assen zaten, die er lang niet altijd zaten, maar dat was hun kamer. En dat was een geschreeuw en een gejammer. En je moet ook niet vergeten, die mensen die kwamen van heinde en ver. Want die konden niet meer met de tram, die konden niet meer met de fiets, want die hadden ze niet meer. Dus die liepen soms urenlang om bij de Joodse Raad te komen en dan soms helemaal niet binnen te komen. Want daar stonden honderden mensen voor de deur te schreeuwen en te huilen en te smeken. Dat was iets vreselijks, was dat. Een van de meest tragische gevallen waar ik mee te maken heb gehad was van een moeder die huilend bij me kwam en 6 of 7 oproepingen voor meneer smeet. En zegt, al mijn jongens zijn opgeroepen en hoe moet dat nou? En wat kan je voor me doen? En toen ben ik daarmee met het geval naar mijn chef notaris Spier gegaan. Hij heeft de gedachte gezegd, nou ja, we kunnen in ieder geval kunnen er 1 sper geven. Onmogelijk tragisch, ik zou haar zeggen, een Grieks drama, dat je bij de moeder terugkomt en zegt, nou mevrouw, ik heb mijn best gedaan en u mag zeggen welke van uw zoons die sper zal krijgen. Van mij zijn er ook 6 broers weg en die hadden allemaal graag bij de Joodse Raad geweest. Maar niet iedereen kon bij de Joodse Raad, want er waren te veel mensen. Ik heb het geluk gehad dat ik door omstandigheden een baantje gekregen in de Jan van Eyckstraat gekomen. Van de Jan van Eyckstraat ben ik ordonnans geworden in de Schouwburg. En daar hebben we alle soorten werkzaamheden moeten doen. Als mensen werden opgepakt in razzia's, moesten we deze mensen ontvangen, moesten de bagage aanpakken. S'avonds als ze moesten gaan slapen, moesten wij de matrassen neerleggen. Want dat was een ellende, heb je geen idee van. Ik woonde dus op de plantage Muidengracht. Dat was hetzelfde blok als de Joodse Schouwburg. En als de Duitsers niet genoeg mensen hadden, dan gingen ze gewoon daar in de buurt een beetje mensen halen. En degenen die dan niet gesperd waren, die moesten mee. En soms ook de mensen die wel gesperd waren, dan zeiden ze nee, daar heb ik niks mee te maken. En dan werden ze soms, als ze naar de Schouwburg gebracht werden, waar dan ook een gedeelte van de Joodse Raad zat, werden ze wel eens vrijgelaten. Maar dat hing alleen maar van de luimen van de Duitsers af. Dan kwamen daar de Duitsers, als de Funte kwam daar naar binnen, was vaak stomdronken. En dan ging dat helemaal willekeurig, die mag wel blijven en die mag niet blijven. Er was geen touw aan vaste knoop. De afdeling Expositeur. Dat was de afdeling van de Joodse Raad die over alles en nog wat, maar in de eerste plaats over vrijstelling van Joden die gearresteerd waren, onderhandelde met de Duitsers. De leiding had dokter Schlutzker, een Weense Joodse advocaat, die met eindeloos geduld iedere avond weer, als er mensen waren binnengebracht, het zij bij de bureaus van de Duitsers in wat nu de Gerrit van de Veenstraat is, het zij in de Joodse Schouwburg, vroeger Hollandse Schouwburg, die met eindeloos geduld onderhandelde met de Duitsers en die dan iedere avond wel weer een paar mensen vrij kreeg. Schlutzker ging naar de Duitsers toe en zei, daar zit meneer zus en zo en dat is zo'n belangrijke man en die kan het toch best uit. Nou ja, dan kwam er soms een ander voor in de plaats, dan kwamen er nog meer mensen die ze hadden opgehaald en dan zei de Duitsers, nou goed, vooruit maar. En als ze een kwaaie bui hadden, zei dus nee, niemand wordt meer vrijgelaten, afgelopen. Ik heb geen zin meer in al die onderhandelingen. Het is nou uit. Schlutzker die zei op een gegeven moment, ga jij nou ook maar eens in de Schouwburg als dokter werken? Want dan ben je nog het beste gesperd. Ik
gaf wel een sper voor de Joodse invalide. Ik was dochter van de Joodse invalide. Maar die sper, zei hij, die staat op platsen. Hij wist al zo'n beetje wat er zou gaan gebeuren. Hij was toch heel naar en heel aardig van hem dat hij aan mij gedacht heeft en heeft gezegd, nou, er zijn 3 artsen, 2 artsen in de Schouwburg. Dat was de Vries Robles en de Roos. En jij komt als 3e arts daar zitten. Er waren een paar verpleegsters. We hadden een ziekenzaal van 10, 15, 20 mensen. Die werden daar verpleegd. En we wisten dan bij de Duitsers gedaan te krijgen dat die mensen niet op transport konden. Ze waren zogenaamd niet transportfähig, want ze waren ziek. En we hebben ook wel getracht deze mensen naar een ziekenhuis te transporteren. Wat veel moeilijker was, want als ze 1 keer daar in die Schouwburg waren, dan waren ze dus gevangen. Dan was je razzia's. Dan waren de mensen binnengebracht. Nou, die heb je dan opgevangen, want alle mensen waren dan termieden, huilen, hè? Kinderen erbij, huilende kinderen, zieke mensen en daar, zelfs mensen op een brancard werden binnengebracht. En die hielp je, die in alle mogelijkheden probeerde lief voor te zijn, zoveel het mogelijk is. En het eerste wat iedereen vroeg, kun je me niet uithalen? Iedereen. Dat was een illegale organisatie waar verschillende mensen in gezeten hebben. Dat was Suuskind, dat was Halverstad, dat was Sam de Hond, dat was Jacques van der Kar, dat was Polak, Ralf Polak. In de hal stonden de SS'ers, 1 of 2 SS'ers. Daar had je loketten waar vroeger de kaartverkoop was. Af ze zaten in dat hokje, af ze stonden bij de deur. En dan kwam je dan binnen. En dat was de bewaking. En dan had je in de zaal liep ook bewaking. En dan had je bekommers ook een bewaking. He? Maar overdag was er weinig te doen. Maar 's avonds kon je nog wel eens wat versieren. Of wel wat, als er een borreltje bij was. Want dan werd er een borreltje gezonken en dan waren ze dronken. En dan kon je ze achter in de hal. En dan gingen wij de andere mede-collega's. Dan kon je de mensen eruit laten lopen. Niet allemaal, maar je kon er gelukkig heel veel redden. Laat uitlopen. Maar de tragiek was dus van die mensen ook, die wisten tenslotte niet meer waar ze naartoe moesten. Hun huis was gepulst en ze konden er niet in. En ze kwamen dus helaas na enige dagen weer in de Schouwburg terecht. Kwam er een tram voor de deur staan en dan gingen de mensen, werden er heel zoetjes, maar 's nachts om 2:30, 3:00, werden ze weggevoerd. Nou ja, dat is een ramp. Dat is werkelijk een ramp geweest als je dan de mensen zag vertrekken. Nou, heel oud, jong, iedereen met baby's en kinderen. Want ook alle kinderen konden ze niet eruit smokkelen, want er was een goede organisatie wie de kinderen lieten onderduiken. Maar er waren niet altijd adressen, dat is ook de grootste ramp geweest. De trams hebben gereden, de Nederlandse politie heeft meegedaan. En hoe? Die hebben hard meegedaan, die hebben nog meer gestolen. Bij ons, ieder moment zijn ze bij ons naar binnen gekomen. En soms waren het de Duitsers en soms waren het de Nederlanders. Nou, de Nederlanders die hebben nog meer gestolen dan de Duitsers gestolen hebben. Ik zou nog iets anders vertellen. Mijn ouders werden weggehaald op 25 mei, 's morgens. Ik hoorde dat, ik kreeg een boodschap. Ik meteen naar de raadbeurs, dat dus uiteraard ben ik ze gaan helpen. Met mijn band mocht ik door. Nou, ik ben met ze meegegaan naar de Polderweg. Ik heb deze ring, dat is mijn moeders trouwring, die heb ik gekregen. En toen zegt ze, en jij blijft hier, want jij moet ons ontvangen als wij weer terug zijn. Zo hadden we vertrouwen dat we niets wisten. Oké, de trein, ik kan nooit iemand meer dag zeggen. Ik kan geen trein zien wegrijden, dat is namelijk... Toen ben ik teruggegaan naar mijn ouderlijk huis. Toen kwam ik daar, het hele huis was leeg. Ik had niets meer. Het enige wat ik nog had, was mijn broek die ik aan had en mijn jas. Het hele huis was leeg al door de buren. Ik zeg, de buurjongens met mijn horloge lopen, met onze kleren aanlopen. Dat, kijk, wat moet ik er verder zeggen over het leven? Van hulp. Hulp aan vertrek en er was een afdeling van de Joodse Raad gevestigd op de Oude Schans, 74, als ik het na 50 jaar nog goed in mijn hoofd heb. Onder leiding van de heer C. Bluut. Duitse Jood.
die heel nuttig werk heeft gedaan. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen bij razzia's opgepakt die niet meer bij zich hadden dan de kleren aan hun lijf. En de afdeling Hulp aan Vertrekkenden, die zorgde dan via zendingen naar Westerbork dat ze de dingen kregen die ze nodig hadden. Dat was treurig genoeg na 1942. Dat was een vreselijke toestand. En daar hebben ze toch nog iets van gemaakt. Ook al noemde de hele Joodse gemeenschap het Hulp aan Verrekkenden. En daar hebben ze ook weer gelijk mee gehad. Maar niemand wist in de tijd wat er precies te gebeuren stond. Wist geen mens. En achteraf is makkelijk praten. Meneer Siegbrenko is toen ook één keer op een vergadering geweest in Amsterdam van de Joodse Raad, waar hij natuurlijk vooruitgenodigd werd. Heeft daar ook gesproken. Ik weet niet of het alleen met meneer Cohen of ook met meneer Ascher was. En heeft dus het woord onderduiken laten vallen. Maar de Joodse Raad zei, dat woord, komt in onze vocabulaire niet voor. Of iets, woorden van die strekking. En meneer Sieg is weer naar huis gegaan en heeft er het zijne van gedacht. Er kwam iemand in ons kantoor in de synagoge en zei met een heel wit gezicht en zei, meneer Menko, ik heb een oproep gekregen. Ik moet me melden, wat doe je daaraan? Nou, zegt meneer Sieg, dat moet je doen. Dat is een bevel, hè? Dat hoef je nog niet vandaag te doen. We doen het morgen of overmorgen, maar je moet je melden. Nou, de man is weer naar huis gegaan. Meteen werd er iets gedaan, een contactje gelegd. En werd die meneer bezocht. En werd hem dus een onderduik aangeboden. En er zijn dus een heleboel Joden geweest die gezegd hebben, ik durf niet onder te duiken, want als ze me vinden word ik doodgeschoten. Ik wil niet onderduiken, want ik wil andere mensen niet in het gevaar brengen. Ik kan niet onderduiken, want ik zou het niet kunnen hebben dat ik niet in de buitenlucht mag komen. En dan ga ik maar liever naar een werkkamp. Die scholen waren dus letterlijk de absurditeit zelf geworden na juni 1942. Dat zakte in elkaar. Het was vreselijk, werkelijk vreselijk. Kinderen die wegvielen, de leraren die wegvielen, je wist niet of ze ondergedoken waren of weggehaald waren, de situatie. En desondanks hield men vol, die school gaat door alsof het een normale school is met normale klassen. Met normaal onderwijs, met normaal huiswerk. En ik hou nog altijd vol dat het de absurditeit zelf was, maar als er twee leerlingen met een einddiploma van die school na de oorlog doorstaan te hebben, konden gaan studeren met dat einddiploma, dan had die school zin. Vrij veel Joodse kinderen waren lid van een jeugdbeweging, op een of andere manier. Dat viel allemaal weg. Bovendien viel alles wat scholen zouden kunnen organiseren, schoolreisjes en dergelijke, ook dat was allemaal weggevallen. Om daar iets voor in de plaats te stellen, is op 2 september 1942 de buitenschoolse jeugdzorg in het leven geroepen. Ik denk daar met het allergrootste genoegen aan terug. Het was een wat ik pas later beseft heb, maar dat wist ik toen allemaal nog niet, is dat wat ons ontnomen is in die tijd, en met ons bedoel ik mijn leeftijdsgenoten, dat is onze puberteit. Wij hebben geen puberteit gekend. We hebben geen normale jeugd gekend vanaf, zeg maar gevoeglijk, vanaf het voorjaar van 1940. En de buitenschoolse jeugdzorg heeft daar iets van teruggegeven. 15 juli is de eerste transport met een groot aantal kinderen weggegaan. Er werd natuurlijk over gepraat, zeker toen de deportaties begonnen. En heviger werden. Ja, er waren elke ogenblik kinderen weg en er waren leiders weg. Maar ze hebben tot het laatst geprobeerd, wij allen, ook de kinderen zelf, de jongeren, tot het laatst geprobeerd om gewoon te doen.
Het is de enige periode in de oorlog geweest dat een aantal kinderen gewoon heeft kunnen doen. Een paar uur per week. En dat is ongelooflijk belangrijk. Tussen juli 1942 en mei 1943 werden ongeveer 44.000 Joden uit Amsterdam en 18.000 Joden uit de provincie naar het oosten gedeporteerd. Dat gebeurde voornamelijk door enkele grote razzia's en honderden zogenaamde kleine razzia's, uitgevoerd door Nederlandse en Duitse politie. Soms kwam professor Cohen persoonlijk afscheid nemen. Ascher en Cohen vonden dat ze met hun werk door moesten gaan. Ze wilden rekken, uitstellen, traineren. Ascher en Cohen hebben meegedaan. Daar was ik het helemaal niet mee eens, maar degene die het waren, waren de Duitsers. Ascher en Cohen waren, zoals gezegd, waren geen verraders en ze hebben het beste voor gehad. Ze hebben het volgens mij niet goed gedaan op het laatst. En ik had een heleboel erop tegen, maar dat ze verraders waren, dat is niet waar. En dat ze, degene die de bepalingen gemaakt hebben, dat waren de Duitsers. Dat het begint met één ding. Ze deden het allemaal in een krankzinnige situatie. En ze waren net zo aan handen en voeten gebonden door de Duitsers als iedere willekeurige andere Jood was. Ze konden zich niks veroorloven buiten de Duitsers om. In deze uitzichtloze wereld werd geleefd, getrouwd en verjaardag gevierd. Men probeerde te leven alsof het leven gewoon verder ging. Op 31 december 1942 vierde David Cohen zijn 60ste verjaardag. Tijdens de officiële viering kreeg hij een fotoalbum van de Joodse Raad cadeau. De Joodse Raad telde in het najaar van 1942 duizenden medewerkers en 17.500 gesperden. De financiering van dit werk geschiedde eerst door belastingheffing en daarna uit in beslag genomen Joods vermogen. Het hele collectief wat overbleef werd steeds kleiner. Dus degene die in het begin nog beschermd konden worden door fictieve baantjes, soms waren het helemaal fictieve baantjes, dat verviel. Daarna waren het werkelijke baantjes die dan ook langzamerhand, waar langzamerhand ook aangeknaagd werd. En tenslotte was het werkelijk een vrij grote kern die in mei en in juni 1943 eigenlijk min of meer geliquideerd werd. En Cohen en Ascher werden toen bij de Duitsers geroepen. En toen is er verteld dat de Duitsers 7000 mensen wilden transporteren, deporteren. En dat betekende dat van de kern van de Joodse Raad 7000 mensen oproepen moesten krijgen. En die oproepen moesten geschreven worden door de Joodse Raad. En die mensen moesten zich melden dinsdag de 25e mei. Dus er waren 4 dagen om die oproepen te schrijven en de mensen opdracht te geven om zich klaar te maken voor deportatie. 4 dagen voor 7000 mensen. 7000 namen die moesten opgeschreven worden op lijsten. En hier zijn de kartotheken van alle Joden die nog in Amsterdam leven. En nu zullen we deze 40 mensen zoals jullie hier zitten, zullen we verdelen in groepjes van 2 man... Ieder krijgt een kaartenbak en die moet eruit gooien wie hij denkt dat gedeporteerd kan worden. Iedereen was wanhopig, want iedereen zag op die lijsten ook vrienden, ouders, kennissen, relaties die gesperd werden. Liep dan hard naar Cohen en zei, ja, de zuster van mijn nicht, die staat er ook op en dat is een buitengewone vrouw en dat mag gewoon niet en dat kan gewoon niet. Nou, en dan was het een soort gesjagger om iemand van die lijst af te krijgen, wat soms wel lukte en wat soms niet lukte. Het was op het laatst was het een vrij grote willekeur en een toestand van verwarring en van wanhoop.
het waren allemaal fatale beslissingen. Iedere beslissing die genomen werd betekende dat iemand anders wegging. Die lijsten die waren natuurlijk niet voldoende. Er waren veel te weinig mensen. Bovendien was het al, die dagen zijn voorbij gegaan. De mensen moesten zich dinsdag melden. En die oproepen die waren nog helemaal de deur niet uit. Dus daar zijn bijna geen mensen verschenen. En toen zijn op de 26e mei, toen hebben de Duitsers in de Joodse wijk waar ik toen woonde, 's morgens om 6 uur zijn ze daar gekomen met overvalwagens en loudspeakers, hebben gezegd de mensen moeten in huis blijven en zich klaarmaken voor deportatie. In mei en juni 43 vonden in Amsterdam 2 grote razzia's plaats, waarbij 7000 Joden werden opgepakt. Daaronder vrijgestelden van de Joodse Raad. Medewerkers van de Joodse Raad doken onder. Ze hadden bij geruchten gehoord dat de tewerkstelling een leugen was en dat de Joden in Polen werden vermoord. Op 29 september 1943 voerden de Duitsers een derde en laatste grote razzia uit. De Joodse Raad werd opgeheven. En toen vertrok wat de volksmond al heel lang noemde, althans wat de Joodse volksmond al heel lang noemde, de laatste trein. En in die laatste trein zat dus de top van de Joodse Raad. Asher en Cohen, Slutsker, al die mensen. En door allerlei oorzaken ook wij. En op die dag, dat was ook de laatste keer dat het Joodse Weekblad is verschenen. Cohen werd op 4 september 1944 van Westerbork naar Theresienstadt gedeporteerd. Asher een week later naar Bergen-Belsen. Asher keerde terug uit Bergen-Belsen, maar was nog maar een schaduw van de man die hij eens was geweest. Cohen overleefde Theresienstadt. Na de bevrijding werd een Joodse ereraad ingesteld. Die achtte de houding van de voorzitters van de Joodse Raad laakbaar en ten dele zelfs zeer laakbaar en oordeelde dat ze moesten worden uitgesloten van bestuurlijke functies binnen de Joodse gemeenschap. Asher en Cohen hadden hun aanzien verloren en werden door velen gemeden. De procureur-fiscaal bij het bijzonder gerechtshof in Amsterdam, meester Sikkel, meende dat tegen Asher en Cohen een strafzaak moest worden gevoerd op verdenking van hulpverlening aan de vijand. Het bericht van hun arrestatie wekte grote verontwaardiging. Ze zaten in 1947 4 weken in hechtenis. Hij had natuurlijk één stuk ellende moeten zijn na de oorlog, onder die kritiek. Hij had zich volledig ingezet voor een bepaalde zaak en toen kwam hij terug en hoorde alleen maar kritiek. Hij had daaraan ten onder moeten gaan. Maar een week nadat hij terug was, zat hij alweer aan zijn schrijftafel met zijn oude werk, zijn colleges, zijn correspondentie. Hij is de korte tijd gevangen gezet. Hij heeft zich nooit beklaagd. Ik had de indruk dat hij het misschien heel erg vond, maar dat heeft hij nooit geuit. Wat ik me herinner is dat hij in de gevangenis gedichten geschreven heeft. Die ik nooit gelezen heb. Maar dat was dan zijn manier van verwerken. Gedichten schrijven. Wat hij nooit in zijn leven gedaan had. Kijk, Asher had zich natuurlijk ook zijn hele leven ingezet voor de Joodse gemeenschap. Naast zijn eigen zaak had hij ontelbare functies vervuld. En met hart en ziel, kun je wel zeggen. Toen hij terugkwam, werd hij door diezelfde Joodse gemeenschap verguisd. Bekritiseerd, voor de ereraad geduigd. Hij kwam in de gevangenis terecht. Dat heeft hem waarschijnlijk zo aangegrepen dat hij niet lang meer heeft geleefd. Terwijl mijn vader die wonderlijke gave had om dingen van zich af te zetten. Tegenwoordig noemen we dat te verdringen.
Mijn vader was een meester in het verdringen van gevoelens. Dat heeft hem het leven gered. Na de oorlog dan. Hij is nog 20 jaar lang blijven werken. Keihard blijven werken. Tot op het laatst.